Ik denk dat het werk van Alvaro Siza vandaag nog altijd relevant is, echt meer en meer misschien zelfs. Omwille van het feit dat ze enorm al zijn werken, enorm van laat zeggen de vroegste tot vandaag nog enorm menselijke werken zijn. Dus het gaat altijd over hoe ergens de mens en architectuur samengaan. En de fijnzinnigheid daarvan is ongelooflijk bij zijn werk. Dus het gaat altijd over het gevoel van schaal en hoe die dingen eigenlijk kunnen samenkomen. Een aantal heel fundamentele dingen zijn die horizontale, bijna lijnen, die altijd een soort, laten we zeggen, datum maken in zijn werk. En eigenlijk alles is daardoor ook afgelijnd op een soort hoogte. Is het dan van uw knieën of van uw heupen of van uw ogen? Al die dingen hebben een soort relatie met de menselijke maat. En daardoor heeft het vandaag een belang, omdat natuurlijk al altijd zo, maar hij blijft dat soort fijngevoelige van die schaal erin brengen. Meer en meer, denk ik, is dat iets dat we misschien niet meer als fundamenteel leren in architectuur, maar anderzijds is het iets, iedere keer als je het werk bezoekt van Siza, dat enorm iets is dat je echt pakt. Dus de eerste vraag. Het werk dat mij ongelooflijk geraakt heeft, is het project in Evora. Dus die stadsuitbreiding, of ja, laat zeggen 1200 woningen voor de stad Évora, Quinto de Malaguera, denk ik, als ik het juist uitspreek. Die uitbreiding, of laat zeggen die geste die hij daar gedaan heeft, voor mij vat die eigenlijk alles ongeveer samen wat dat. Siza eigenlijk in die vroege dagen eigenlijk bepaald heeft voor zichzelf. En het voornaamste, denk ik, zijn daar natuurlijk, waarschijnlijk herhaal ik wat al veel gezegd is, maar drie dingen die eigenlijk op elkaar liggen. Namelijk het idee van landschap, tegelijkertijd ook architectuur natuurlijk. En weer die menselijke maat, waar ik daarnet over had, dat is eigenlijk het fijnzinnige daarvan. Maar ook infrastructuur en eigenlijk het genie voor mijn part dan van dit project en dan ook later, is dat het eigenlijk erin slaagt om op een heel humane manier toch een soort monumentaliteit te geven aan een project dat die drie dingen samenbrengt. Dus eigenlijk het landschap is eigenlijk natuurlijk het relief, de heuvels. Anderzijds, die architectuur is de types van woningen, de patiowoningen die daar zitten. Maar ook het direct een soort monumentaliteit geeft door die infrastructuur, namelijk de aquaducten, die eigenlijk direct verwijzen aan dat zijn een soort Romeinse types. En die alle drie samen eigenlijk op elkaar gelegd worden en daardoor een soort totaalproject worden. En er zijn er niet zoveel die erin slagen om eigenlijk om die drie dingen te verenigen. En voor mij maakt het eigenlijk Évora nog altijd een van de meest succesvolle projecten in sociale huisvesting. Je zou bijna kunnen zeggen het enigste bijna. Omdat het net al die schalen kan verenigen.